Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is een beetje een gek begin. Dat komt omdat ik geen intro had gefilmd voor deze video. Het was namelijk de bedoeling dat dit in de weekvlog zou komen. En toen kwamen we erachter dat het toch best wel leuk was om een aparte video hierover te maken. Dus de kwaliteit van de video is iets minder. Maar ik hoop dat jullie het alsnog heel erg leuk vinden. Wij vonden het echt super leuk om te doen en zijn het ook van plan om het vaker te doen als jullie het leuk vinden. Het is ook totaal geen haat naar Femke of iets anders. We vonden het gewoon leuk om onze eerste reactie te laten zien op het album en te kijken wat wij daarvan vonden. Dus wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij. Ik heb de video gemaakt samen met Floor en Floor zit bij mij in de klas. En we wensen jullie heel veel kijkplezier met de video. Ah, mijn haar! Oké, de eerste heet Mijn Ding. Heb je nog helemaal niks geluisterd? Nee, nog niks. Jij wel? Nee, nee, nee. Ik heb helemaal niks geluisterd. Oh, dit is van de docu. Niemand gaat je helpen. Was dat eergisteren? Hebben we een stukje van die docu gezien? Ja. Was dat eergisteren? Ja, ik heb hem afgekeken gisteren. Oh, vond je hem leuk? Mm. Het is gewoon weer hetzelfde dat ze weer weggaat bij haar management en dat ze het weer zelf wil doen eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Hoe zij vindt, ik doe gewoon mijn ding. Moeten we dit nu bij de Mackie doen dan? Misschien dit is voor jou? Ja. Oké, nou, we zijn bij de Mac. Oh, ik moet even. We dachten, het is leuker met Mackie erbij. Ja, oké. Ze hadden net mijn ding. Hebben we al geluisterd, stukje? Ik weet nu al niet meer hoe het gaat. Oké, okay, we weten het eerste lied. Mijn ding. Shiner Around. Ik denk dat ik deze wel zou luisteren zelf. Nou, ik vond dat laatste een beetje raar. Oké, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 liedjes. Waarvan drie die we al kennen. Ja, Emotieloos, Boss Bitch en... Ja, de officiële. Oké, maar die zijn heel oud. Ja, dat vind ik ook. Oké. En dan de volgende heet Herboren Zelf. Gevoelig. Ik ben gevoelig. Ik ben herboren zelf. Oh, dit is van Ik misschien je keuzes, maar dat zit ook in de docu. Oh, die heb ik nog niet. Want ik heb de docu nog niet verder gezien. Ik ben niet zo op. Je verstaat niet zo goed. Oké, eerste indruk. Een beetje saai. Ja, maar ik versta dit niet heel goed. Maar niet ook. Wel gewoon leuk. Ja. Nog even verder luisteren. Jongens, deze top komt omdat ik een foto ging maken. Niet dat ik er altijd zo uit. Wow. Weet je wat ik wel gek vind? Ze heeft met niemand anders iets gemaakt. Ze heeft helemaal geen featuring. Nee. Nee, maar de productie is wel weer van al die andere. Van haar vriend. Ze heeft wel met allemaal mensen gewerkt, toch? Ja, dat zagen we ook. Oké, de volgende. Dat snap ik ook niet zo goed. Oké. Ik wil weer met Kaas aan. Ja. Dat ze daar weer een van maakt. Slide 2. Oké. Okay. Ja, die duurt ook echt kort. Grow up. Grown up. Ja, grown up. Ik weet je zien maar zo klein om mij heen, maar kill it, kill, ik ben een grown up. Ja, ik ben een grown up. Femke Louise. Oh, dit is van die vorige docu. Dit is van die Bond docu. Oh. Wist je nog met dat ze een liep over die man gemaakt? Dat ze toen mega veel haat kreeg omdat ze die foto had geplaatst met al dat Bond. Mm. Dat was van deze. Ja, dat was ook wel, ja. Vroeger was ik echt blond. Nieuwe plekken, nu kom ik meer dan ooit. Een tijdje was het niet gezond. Het is die lifestyle, het is die lifestyle. Oké, wat vinden we van deze? Mm. Ik vond het begin wel chill. Wacht, dit stukje. China. Ja, deze. Nieuwe dingen China. Nieuwe dingen in China. Maar de rest is ook weer best wel langzaam. En, ja, dat vind ik ook. En ik ben wel meer van langzame liedjes. Qua rapliedjes vind ik wel leuker dan jij, toch? Ja. Ook met Tabitha vond ik ook die langzame liedjes leuker. Ja. Nee, maar dat vind ik ook leuk wel. Maar ja. Oké, volgende.
alles wat ik doe. Okay. Dit is al beter. Ik hoef me niet te schamen. Nu heb ik zelf de touwtjes in mijn handen. Out of tune. Als ik op je wil aan jou. Aan jou. Vind dit het minst leuk? Ja, ik vond het begin wel leuk, maar die beat hier nu in komt vind ik niet zo leuk. Oké, okay, ik wil gaan iets doorspoelen, ja? Nee, je moet even het refrein. Even tot het... Oké. Okay. Ja. Weer nieuw. Wel vernieuwend of zo voor haar, want dit heb ik niet echt eerder gehoord. Toch? Oké. Okay. Ik vind het wel weer vernieuwend, want ze heeft nog nooit eerder zoiets gemaakt of zo. Dat is waar, maar ik weet niet of het echt past of zo. Ik wil gewoon echt zo'n liedje die je gelijk na één keer al weet. Ja. Ja. Snap wat ik bedoel? Of ik had wel graag gewoon een liedje met Jonna of met Frenna gewild of zo. Met Ronnie. Met Ronnie. Maar hoe zou dat komen? Willen die allemaal niet of zo? Ja. Ja, jij hebt die docu afgekeken. Ja, ze wil het allemaal zelf doen. Oké, deze is wat. Deze heet Foundation. Ik ben heel benieuwd. Elk liedje gaat wel heel erg over haarzelf. Ja. En ook wel met de boodschap van... Het zijn nu die boss bitches. Ja, precies. Dat wil ze denk ik ook wel een beetje met dit album doen. Dat begin. Maar ik vind de tekst een beetje gek. Geen foundation op deze ogen. Ja, moet je de begin nog doe je dat op je ogen? Ik ga nooit meer op mijn tenen lopen. Oké, wat zingt ze nou? Mijn tenen lopen. Ik versta er echt niks van. Nee, ik ook niet. Maar nou, ik vind deze beter dan die ander. Ja, alleen... Dat begin. Inderdaad, versta je er niet goed. Nee. Nee. De muziek is hard. We zijn echt lekker kritisch. Ja. Wil je mij laag zien? Nee, ze willen mijn naam niet op deze plaats zien. Probeer mijn leven. Het is van Chanel, het is Femke. Ja, Fok, ik wil geen relatie. Chanel, dit is Femke. Oh, ik wil echt die ene die wij toen hoorden. Ja, maar die was wel leuk. Oké, volgende. Deze heet Niks van jou nodig. Misschien is dit hem. Deze ken ik. Volgens mij. Deze was al een stukje erin gedaan. Oké. Staat hij hard genoeg eigenlijk? Ja. De boek zit daar. Ik heb niks van jou nodig. Oké. Doe even wachten, want die camera die moet heel even opnieuw. De camera viel even uit, maar volgens mij is deze heel leuk. Je gaat een blauwtje lopen. Je hebt een blauwtje nodig. Allemaal die boetjes, gouden tasjes, maar weer terug. Boys down. Als je dit uit je hoofd weet, is het wel oprecht leuk om mee te zingen. Oké. Okay. Maar deze tot nu toe niet leuk, hè? Het is niet echt zo'n lekkere. Bij de Kip Nuggets en een Happy Meal krijg je geen saus, hè? Dus daarom heb ik gewoon omdat kinderen dat dan niet lekker vinden of zo. Als kind had ik ook gewoon saus, hoor. Bij de McDonald's. Ja. Oké, okay, deze was tot nu toe het leukst, toch? Ja, op zich wel. Maar we waren wel grappig, ook met die Gucci en zo. Heel klein stukje nog. Ja. Ik heb niks van jou nodig, laat me rustig zitten van mijn grey, want ik hoef niet van je, niet. Oké. Okay. Ja, deze leuk. Is wel grappig. Oké, okay, Wasted. Ja. Hoezo is deze al gedownload? Misschien omdat hij in vibe staat. Dat denk ik. Okay. Dan is hij wel chill waarschijnlijk als hij in vibe staat.
Misschien is dit dan het liedje. Want die kiezen ze altijd, zeg maar. Ze kiezen wel vaak één lied uit zo'n album die dan echt daar goed bij past. Oké, hoe is dit? Hey, ik weet niet waar je bent, maar je kan komen. Dit doet me echt denken aan vroeger, ik heb liedjes. Dat ja, met Ronnie hey, had ook van die liedjes. Hey schat, hoe gaat het? Waar ben je? Hey, ik mis je. Met de IMB en zo. Ja, jij vindt, ik vind dit dus is weer heel leuk. Ja, ik wil even wachten. Oké. Verwacht ik exclusief? Verwacht. Wil ik echt niets liever? Trek me aan de hand en ik wil niet dat je stopt. Vergeet wie je bent. Oké, deze vind ik wel chill. Ja, maar in het begin, ik had het niet verwacht. Dat was het meer. Maar, Oké, okay, nee, een kerstje doorspoelen. Oh, huh? Ze hebben nog geen sla gedaan. Heel raar. Wat heb je besteld dan? Veggie met chicken. Misschien was de sla misschien niet is veggie. Dat er niet meer op. Het is niet vegan sla. Nou, oké. Okay. After in the morning. Girls, ja, die willen dat ik je ken zo. Alle jongens willen dat ik je ken zo. Oké, okay, Wasted. Op zich wel leuk. Haters, dit is hem sowieso. Ja. Oh ja. Ja. Dat is een toch een beetje Fendi. Fendi en de haters. Oké, okay, deze wordt leuk misschien. En welk van welk liedje was het nou van 50 Cent, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Toch? Mannen maak ik boos. Ik ben op fire. Ik ben lief, ik doe wat ik wil en dat is een lie. Ik ben op die fire. Dat is geen lie. Ja. Ook met, hoorde je dat net met dat pinnen en hoorde je zo kachin? Ja. Pussy. Ik wist dat je dat ging horen. Nee. Ik vind deze wel heel heftig. Die andere was ook best wel seksueel. Maar ze is heel boos in dit album. Het zijn niet echt good vibes of zo. Het is allemaal een beetje van... Het is best wel een beetje... Ik had maar gehoopt dat het die ene was. Die komt wel nog. Oké. Okay. Oh, hoeveel hebben we er nog? 3 nog? 1, 2, 3, ja. Ja. Verslaafd aan jou. Tot nu toe? Wat vinden wij de indruk? Ik vind wel, nou, maar weet je wat het wel ook is? Ik kan nu bijvoorbeeld zeggen van, ik vind het niet leuk, maar als ik het dan vaker heb gehoord, ja, dat ik het dan wel heel erg leuk vind. Want ook de eerste keer toen ik het album, laat maar zeggen, van Ariana hoorde, toen dacht ik ook echt, is ja, dit? Oh, echt? Ja. Ja, nou, jou, jij hebt dat niet, maar ik moet echt het vaker horen. Nee, maar ik heb dat wel heel vaak, dat het inderdaad echt een beetje moet groeien. Dus je het in het begin een beetje moi. En ja, dan, als je de tekst kent, dan wordt die leuker ook. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus... Dat was haters, nu verslaafd aan jou. Ik vraag me dan af welke die ene is. Die is misschien wel. Want, nee, want het was met iemand samen en ze heeft geen liedje met iemand samen. Staat hier dan niet op? Nou. Ik vind die intro stukjes wel allemaal heel chill. Ja. Ik heb niet genoeg van jou. Lijkt wel weer op die ander. Muziek is echt te hard. Ik doe niet een sidechain. Ja, ik versta er ook niet goed hoor. Oké, okay, wat vinden we? Mijn haar. I like this one. Ja, deze is leuk. I like it. Verslaafd aan. Ja. Nou. Oké, okay, nee, deze is leuk. Dat is echt het enige wat we mee konden zien. Nog een klein stukje naar voorspoelen. Nou. Moeilijk begrijpen, want we lang niet waren.
Weet je wat ik wel heel vaak heb bij Femke? Dat ik niet zo goed het refrein bij haar eruit kan halen uit haar liedjes. Dat je dat alles gewoon een soort groot couplet lijkt of zo. Al die echt rare mensen achter ons. In je spiegel kijken. Zijn? Nee, en het zijn wel allemaal weer hele korte liedjes. En ook echt wel, ik vind wel dat de beat, zeg maar de... Het is niet door haar gemaakt. De productie is wel allemaal een beetje hetzelfde. Ja. Niet heel verrassend of zo. Ja. Maar deze vond ik wel leuk, omdat deze wat positiever is. Gewoon wat leuker. Ja. Nou, we hebben er nog twee. En anders zit dat ene liedje er dus niet in. Ja, ik hoop het wel. Poolside. Hey, deze. Poolside. Wat een naam ook. Sommige kwam het ook helemaal niet terug erin. Nee. Ik probeer echt mijn best te doen, maar wat zegt ze nou? Ik heb echt geen idee. Nog een stukje terug. Bitches, ja, you know what it is of zo. Nou, dat je dat eruit hoort, dat hoor ik niet. Ja, deze is wel leuk. Ik ga weer niet te negatief te zijn. Nee, inderdaad. Maar nou ja, deze is nee, niet echt. Misschien kan ik een stukje doorspoelen, dat hij dan wel beter is. Ja. Geen tijd voor een fuckboy like him. Ik kan me er altijd goed in vinden. Jij hebt een chick als ik kan niet vertrouwen. Was in de club en je zag. Ik ga oppassen en daarna verdwalen. Ga maar naar huis en de ik zou hier oprecht nog een aparte video van maken. En we zijn nog 20 minuten aan het filmen. Dan hebben we nog eentje. Laten zien. Nou, dit moet hem zijn dit dan. Dit moet hem dan zijn. Ja, ik hoop het. Laten zien. Laten zien wat je kan. Er is nog zo'n liedje. Laten zien. Ja. Yeah. Oké. Okay. Het kan wel. Ja, wel. Dit is hem wel. Ik wil je laten zien. Nee. Oh, het is wel echt een teleurstelling. Ja. Ja, maar waar is die één dan? Komt hij nog als single of zo? Ik weet het niet. Dat is echt een teleurstelling. Gaat het over haar vriend? Dat was uit. Oh. Hij ging over haar vriend. Hij heeft het uitgemaakt omdat zij zei, ik doe niet meer mee. Omdat zij die hashtag had gedaan. Mm. Oh. Okay. Ik doe niet meer mee. Hij stond er niet aan. Ik vind deze wel leuk. Toch? Mm-hmm. Een stukje naar voren nog. Maar ik denk gewoon dat je er ook aan moet wennen. Want als ik nu bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet. Wat vind je van emotieloos dan? Welke was van die TikTok dan? Oh ja. Ik heb emotie. Zo, toch? Ja, ik vind deze een beetje... Net niet. Oké, maar welke vind je het leukst? Ik weet het niet meer. Er is er niet echt één die eruit springt. En het is ook niet goed dat je het gewoon niet meer weet. Maar ik denk wel wat jij zei... Dat het gewoon eventjes moet groeien. Ja. Dat je het wat vaker moet horen. Ik vond deze wel leuk. Ik vond Verslaafd aan jou wel leuk. Oh ja. Je kan komen. Van deze wel grappig. Deze. Ik bel je als ik wasted. Ja, het refrein was wel heel leuk van deze. Maar we doen wel even deze. Deze kan vond ik deze wel leuk. Oké, die dus. Ja, op zich. Oké, nou, we gaan. Doei. Klaar mee. Oké, dit was het einde van de video. We hopen dat jullie dit leuk vonden. Als je het leuk vond, laat zeker een reactie achter met jouw favoriete liedje of wat je van het album vindt. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!